Het directoraat Ruimtelijke Ordening en het Management Instituut GLIS zijn momenteel bezig met de opmeting van publieke terreinen. In dit kader zijn er in de afgelopen dagen grenspalen rond het Onafhankelijkheidsplein geplaatst. Ramon Kadir Baks, coördinator directoraat Ruimtelijke Ordening, legt nader uit waar het om draait. Ja, dank u wel voor deze vraag. Bepaalde delen van de samenleving een beetje in beroering is door de grenspalen te hebben gesignaleerd. Inderdaad zijn die grenspalen geplaatst in opdracht van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het is namelijk zo dat het directoraat Ruimtelijke Ordening van het ministerie van ROM, dus afgekort, Ruimtelijke Ordening en Milieu afgekort ROM, bezig is met het uitvoeren van een project genaamd publieke terreinen. En de bedoeling is dat wij publieke terreinen gaan identificeren en die publieke terreinen de status geven, de bestemming geven als er zijn publiek terrein. En we gaan deze status, die bestemming, vervatten in een beschikking. De terreinen worden uitgemeten en samen met die beschikking en uitmetingskaart worden dan geregistreerd bij het MIGLIS. Waarom wij dat doen is omdat gebleken is dat publieke terreinen veelal andere bestemmingen krijgen. En publieke terreinen zijn terreinen die voor een ieder zijn openbare terreinen, die voor een ieder vrijelijk toegankelijk zijn. Toch? Het is een plaats waar een deel van het sociaal leven van velen afspeelt. Daarom is het noodzakelijk dat wij het moeten beschermen. We moeten het registreren ter voorkoming dat het een andere bestemming krijgt. Vandaar dat u heeft gezien en de delen van de samenleving dat er grenspalen zijn geplaatst op Onafhankelijkheidsplein. Daar zijn we als eerst begonnen. En het is uitgemeten. Op dit moment is het al uitgemeten, kaarten zijn ook al gemaakt. Er moet alleen maar een beschikking worden vervat en met bijbehoren en dan wordt het geregistreerd bij het MIGLIS. Nee, daarom zei ik, nu is het een publiek terrein waar iedereen vrijelijk toegankelijk daar naartoe kan gaan. Alleen geven we dat een status van publiek terrein in een beschikking om te voorkomen dat hij een andere bestemming kan krijgen. Ja, we hebben dus geïdentificeerd een aantal van deze plekken. Het zijn terreinen, het zijn pleinen die beschermd moeten worden. Hier zijn we als eerst begonnen. Waar wij onze activiteiten gaan voortzetten is het cultuurtuin. Plein van 12 mei, Palmentuin. In deze periode gaan we dat doen. En volgend jaar gaan we dat project voortzetten. En dan pakken we andere locaties. Die dus het karakter heeft van publiek terrein. We hebben gezien dat publieke terreinen in zijn geheel de bestemming krijgen van bebouwing en bewoning. Of delen daarvan. Waardoor het oppervlakte van zo'n publiek terrein steeds korter wordt, kleiner wordt. Wat wij laten doen is namelijk voor het uitmeten van zo'n terrein is het nodig dat je dus grenspalen gaat zetten. Om de juiste grenzen vast te stellen. De coördinaten van de hoekpunten moeten ook opgenomen worden. En de oppervlakte van het terrein moet ook berekend worden. Dus vandaar dat het nodig is om die grenspalen te zetten. Wat ik wil zeggen naar de gemeenschap toe is, raakt u niet in paniek wanneer u dus zulke palen ziet op pleinen, parken. Het gebeurt in het kader van dat project publiek terreinen. En het is van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. En het is geenszins de bedoeling om die te gaan opdelen in kleinere delen voor andere bestemmingen. Omdat het ministerie die taakstelling niet heeft. Zo. Wij moeten alleen maar bestemmen en ervoor zorgen dat die bestemming gegarandeerd wordt voor dat gebruik.
Ja, inderdaad zijn de grenspalen vanmorgen verwijderd. Eén is uitgaande van om verder beroering in de samenleving te voorkomen. Hebben we dat gedaan. Maar ook nog om met het MIGLIS verder van gedachten te wisselen van... Laat me zeggen in de zin van afstemming, hoe dat verder moet uitpakken.